En een handjevol mensen heeft gisteren aan de vooravond van de toespraak vandaag van premier Rutte gehoor gegeven aan de oproep van de federatie van grassroots Afro-Surinamers in oprichting om te protesteren tegen de excuses van de Nederlandse regering voor het slavernijverleden. De groep heeft namens aangesloten organisaties en individuen een plengoffer gebracht en geprotesteerd bij het standbeeld van Kwaku. Martin Galon, ondervoorzitter van Stichting Wang Atti, merkt op dat de excuses op 19 december onacceptabel zijn. Natuurlijk zullen we verbaasd staan. Ja, we zullen verbaasd zijn. En dat verwachten we niet. Het zal pijnlijk voor ons zijn. Ja. Gaan jullie die accepteren als dat gebeurt morgen? Nee, absoluut niet. We gaan het niet accepteren. Want zo ga je niet met mensen om. Ja, het is gewoon onacceptabel. Ja, wij verwachten dialoog met wederzijds respect naar elkaar toe. En dan, als ze aangeven morgen dat luisteren we zijn willing in juli aanstaande 2023 om de datum excuses daadwerkelijk aan te bieden, dan zijn we willing naar ze te luisteren. Ja, om samen het proces inhoud te geven. De federatie wil een vergoeding van €400.000 per nazaat van de transatlantische slavernij voor mensen die wonen in Suriname, Nederland of elders. Lid van de federatie, Lorette Belfort, zegt dat een van de eisen is dat de excuses voor het slavernijverleden op 1 juli 2023 gedaan moeten worden. Wij eisen per 1 juli 2023 een voorschot op een vergoeding van €400.000 per nazaat van de tot slaafgebakten van Suriname. Aan alle nazaten van de Atlantische slavernij geboren voor en na 1975 uit Suriname, voor ouders van €50.000 per persoon, woonachtig in Suriname. Nederland en de overige landen belastingvrij en zonder enige voorwaarden. Wij eisen per 1 juli 2023 kwijtschelding van alle onschuld of overheidsschulden aan de staat der Nederlanden. Van alle nazaten van de Atlantische slavernij, woonachtig in Suriname, Nederland en de overige landen. Een andere eis is dat de Nederlandse staat moet opdraaien voor een stamboomonderzoek van de nazaten van slaafgemaakten. Ook stelt de organisatie dat de voorbereiding naar de excuses toe, het geven van excuses en herstelbetaling zaken van het Surinaamse volk zijn. Het is geen politieke zaak, aldus Belfort.